en 7. Brabbel Bart. Hij is singer-songwriter, een groot liefhebber van de Spiegelwaal in Nijmegen. Groeide op in Culemborg en Bemmel brak bij het grote publiek door met zijn hitsingle Bellen. Werkte samen met onder andere Mental Tio. En laat zien dat een hit scoren eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Want hij maakte zelfs een cursus How to Make a Hit in Nederland Starters Pack. Waarmee hij op humoristische wijze de plaat Oreo maakte. En die klinkt zo. Wat je ziet er lekker uit. Oh yo, laat me je liggen als een Oreo. Met je billen op en neer als een rodeo. Ik gooi money op je assen lekker voor de show. Doe maar dippen in die melk, man. Ik geef je melk, noem maar melk, man. Wat je doet is goed voor elk man. Dus schatje, zet die dans, dans, dans. Ja, en een gloednieuwe single die morgen uitkomt. 1 april komt die uit. En we hebben de primeur. In de studio mag ik een heel groot applaus voor... Nigel Sean. En het is geen grap. 1 april morgen. Hij komt echt uit. Er komt echt een nieuwe single uit. Ja, gaaf man. Hoe is het met je? Goed. Ja, lekker weer. Ik dacht echt dat het minder zou worden vandaag, maar het is weer opgeklaard. Dus ik heb even een rondje stad gedaan. Toen kwam ik even bij jou langs. Nice. Wat ik zo tof vind aan jou is dat je echt heel erg die stad Nijmegen represent. Ja, tuurlijk. In je videoclips en et cetera. Wat vind jij zo tof aan Nijmegen? Wat is nou echt die... Ik ben op mijn 19e gaan wonen in Nijmegen. En ja, sinds die ene dag dat ik hier al kwam wonen, heb ik gewoon echt liefde gecreëerd voor deze stad. Het is natuurlijk ook gewoon, ik mag het niet te hard op zeggen, want sommigen zijn het er niet mee eens, maar de oudste stad van Nederland. Het is, ik weet niet, het heeft zo'n mooie skyline. Het is wat hoger, dus het is niet zo'n standaard platte stad die je altijd in Nederland ziet. Het is gewoon, als je die brug oprijdt en je komt binnen, is het gewoon al Nijmegen, snap je? En je hebt echt iets bijzonders ook met de Spiegelwaal, toch? Ja, het is altijd al wel een beetje, zeg maar, dat stukje lent. Weet je wel, dat je naar Nijmegen kunt kijken, vond ik altijd heel chill. En nu is die Spiegelwaal natuurlijk helemaal nieuw, et cetera. En mensen zijn er aan het varen. En je hebt van die windsurfers, et cetera. Ik vind het gewoon, ja, rust of zo. Even net uit de stad, maar je bent er nog wel. Dus dat is, dat vind ik heel mooi aan de Spiegelwaal. Nice. Ja. Nou is voor jou het eigenlijk allemaal begonnen als 11-jarig jongetje in de musical The Lion King. Ja. Weet jij daar nog dingen van? Ja, alles. Ja, ja. Dat vergeet je niet. Dat is natuurlijk alle de kleine dingetjes niet meer. Maar ik weet natuurlijk nog hoe ik ging oefenen. En... Kun je bijvoorbeeld een stukje doen zo? Of... even kijken. Wanneer ik eenmaal koning ben, dan vrees ik geen gevaar. Een koning zonder manen, dat is Samson zonder haar. Nice. Dat was heel hoog. Ik moest echt heel hoog zingen. En toen kreeg ik op een gegeven moment de baard in de keel. En toen lukte dat niet meer. Als jij jouw stijl zo zou moeten omschrijven. Wat is dan een beetje jouw stijl? Als je, want je zei buiten de uitzending om, ik ben niet echt een rapper, een singer-songwriter. Nee. Je kan het wel rappen. Alleen je maakt bijvoorbeeld ook hardstyle-platen met Mental Tio. Ja. Wat is nou Nigel Sean? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld dat hardstyle. Mental Tio brengt de hardstyle naar mijn muziek toe, maar wat ik invoeg is urban pop. Dus als je met mij samenwerkt, kun je urban pop verwachten. Dus het is een beetje poppy vibe met de R&B en hip-hop van tegenwoordig. Maar dan mijn variant daarvan. Dus echt gewoon urban pop. Nou krijg je 2 jaar geleden ook tijdens de Vierdaagse een telefoontje. Je mag tekenen bij Warner. Ja. En wat doet Nigel Sean? Je gaat daar weg. Ja. Waarom die beslissing? Ja, ik heb dat al een paar keer in interviews gezegd. Het is heel moeilijk om uit te leggen, omdat iedereen droomt ervan om een platencontract te krijgen. Maar het is tegenwoordig, anno 2019, helemaal niet meer zoals je verwacht. Want tegenwoordig, je kunt heel veel zelf. Alles is tegenwoordig op internet. CD's zijn er toch niet meer. En ja, je hebt alleen geld nodig eigenlijk. En dat is het enige wat een label dan voor je kan betekenen. En de rest moet je zelf doen. Ja. En op dat moment... no offense, Warner heeft heel veel voor me kunnen betekenen. Alleen voor mijn gevoel te weinig. Ik wilde meer en dat kon ik bij Warner niet uiten. En mijn management, et cetera, het klikte niet. Zo'n puzzelstukje moet passen. En dat voelde voor mij gewoon niet goed. En nou heb je ook een nieuwe single uit. Helemaal on your own. Hoe is die tot stand gekomen? Bedoel je die nu morgen uitkomt? Ja, die of, morgen uitkomt. Okay, ja. Hoe is die tot stand gekomen? Nou, het is eigenlijk zo dat ik... Ik werkte heel veel alleen. Dus ik maak mijn eigen muziek, ik schrijf mijn eigen teksten. En ik wilde op een gegeven moment wat meer gaan samenwerken met Onbekend Nederland. Want ik weet hoe het is om telkens maar te hopen dat anderen met een beetje volging met jou willen gaan samenwerken. Dus kijk, toen ging ik mensen zoeken die een beetje op dezelfde level zaten. En toen kwam ik bijvoorbeeld bij een producer, Rubane. Nou, die maakt dan house muziek. En onder een andere naam, Bane Rue, maakt hij urban pop beats.
En toen zei ik, heb je niet wat liggen? Want ik vond wat hij had laten horen, vond ik heel tof. Dus hij stuurt mij een beat op. En ik dacht, ja, dit is tof. Dus ik begon echt in een uur tijd begon ik te schrijven. En nou, die nieuwe Aladdin film is kwam er een trailer van. Dus ik begon op een gegeven moment over een vliegend tapijt begon ik te schrijven. Want dan heb je dat hele gedoe met Aladdin en Jasmine, weet je wel. Die elkaar moeten vertrouwen en hè, dat hele ding. En dat spiegelde een beetje mijn relatie met mijn vriendin. En ik dacht van, oké, okay, ik ga daarover schrijven en dan een beetje metaforisch over de film Aladdin. Oké. Okay. En dat is vliegend tapijt geworden. Dat is zo tot stand gekomen. En wat vindt je vriendin daarvan? Ja, die vindt het helemaal tof. Die herkent dat wel. Ze wist het eerst niet. Ik liet hem eerst horen. En toen zei ik, dit gaat over ons. Hoor je dat? Oh ja! Nou, dat is... ja. Mooi. Nigel Jean is in de studio en hij heeft de gloednieuwe single 1 april, morgen, het is geen grap. Dan komt hij uit, Vliegend Tapijt heet hij dus. En we gaan hem laten horen, Nigel. Ik vind het tof dat we de primeur hebben. Vliegend Tapijt. Alles voor Nijmegen. Zullen we naar gaan luisteren? Zeker. Vanaf morgen, 1 april, komt hij uit. De nieuwe plaat van Nigel Jean, Vliegend Tapijt. Een heel groot applaus voor Nigel Jean. Wat vind je ervan? Ik vind hem echt ontzettend tof. Ik vind hem echt, echt heel nice. En vanmorgen komt hij uit. En ik ga hem heel vaak natuurlijk luisteren. Overal checken. Morgen op Spotify. Ja, vanaf 12 uur 's nachts is het gewoon al live. Dus het is echt vanaf dat het 1 april wordt, staat hij erop. Dus dat is eigenlijk al pak een beet over een kleine... Ja, voor mensen die mij volgen op Instagram, @NigelSeanOfficial, heb ik ook een teller op mijn Instagram story. Mocht je hem willen delen op jouw eigen story, doe dat alsjeblieft. Dan, zodat heel veel mensen mee kunnen aftellen. En dan hoop ik dat hij wat gaat worden. Nog, want jij dropt echt superveel muziek. 1 keer per maand hoorde ik dat je platen wil droppen. Ja, omdat ik zo weinig heb gedaan in de afgelopen jaren, wil ik gewoon elke maand gewoon iets uitbrengen. Want ik heb, geloof het of niet, ik heb een harde schijf met een map. Daar staan echt honderden nummers in. En daar wil ik er toch wel eentje van elke maand kunnen droppen. Nou is het toevallig dat ik er deze week 2 drop. Oké, okay. Er komt er nog één. Ja, maar die is niet officieel van mij. Het is een maat van mij, ook uit Nijmegen. Zijn artiestennaam hebben wij vorige week bedacht. Jim Vinks. Met NKX. En die heeft een nummer geschreven, Give It Some Time. En daar doe ik ook een couplet op. Ook een zangcouplet op het derde couplet. En die heb ik helemaal geproduceerd. En die komt vrijdag uit. Vrijdag uit, oké. Okay. Ja. Nou, ik zou het wel tof vinden als hij ook een keer natuurlijk hier langs komt. Ik zal je zijn nummer geven. En nice. Dan, ik wens jou natuurlijk een hele fijne zondagmiddag. Succes morgen. Ja, ook met deze plaat. Ik hoop dat iedereen hem gaat checken. Dankjewel voor de steun. En je bent de volgende keer ook gewoon weer welkom. Top, ik heb je nummer. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Nigel Jean uit Nijmegen. Echt een fantastische plaat.